toets ons een baie interessante combinatie. Sakegeweer en een Sightmark telescoop. Nou, meeste mense weet, die sake word vervaardig in Finland en Sightmark word vervaardig in Amerika. Die combinatie toets ons op waterval skietbaan net buitenkant Rustenburg. In 1919 is sake gestig, dis toe Finland onafhankelijk van Rusland geword het en daar is geen manier waar ek die oorspronkelijke naam van die maatskappy kan uitspreek nie. In 1927 is die fabriek naar die stad Rimijaki toe verskuif en dis waar die naam Saku ontstaan het. Nou dit was kortliks die geschiedenis van Saku. Sightmark is een redelike nieuwe telescoop wat in 2007 by die SHOT Show in Amerika bekendgestel is. In 2011 het Sightmark in hulle nieuwe hoofdkantoor ingetrek wat in Mansfield, Texas is. Vandaar af word Sightmark wereldwijd versprei. Nou die telescoop wat we vandag bykie meer speel is die Sightmark Citadel 3-18x50 LR2 telescoop. Die Sightmark het een 50mm objectieve lens. Die versteltorings moet uitgetrek word om die verstellings te doen, selfde met die windverstellings. Hy het een verlichte kruishaar en een parallax van 15 tot oneindig. 30mm buis en die vergroting sit hier achter. Die Saku is in een 308 kaliber, hy het een lekker dik loop, vlekvrye staalloop en die loop is ook fluted, wat natuurlijk help dat die loop vinniger afkoel. Die Saku het een gelamineerde houtkolf met rijtwerk op die voorarmgreep, sowel as op die pistoolgreep en een lekker dik terugskopkussing. Saku het met die 85 se grendel een baie interessante ding gedoen. Die grendel het 3 groot sluitnokke, 1 groot uittrekker en die grendel is aan die onderkant bietjie plat gemaak. Dit is iets wat tussen 'n stootvoer en beervoer aksie. Geweerkenners is van mening dat het nog steeds 'n stootvoer aksie is, maar dit daar gelaat. Kom ons kyk hierdie kombinasie en kyk wat maak hy. Ons het begin eers bietjie verstellings op die geweer gedoen en toe op 100 meter en 200 meter baie goeie groepering geskiet onder winderige omstandighede. Ek dink hierdie is 'n baie goeie kombinasie. Almal ken 'n sakegeweer, maar nie almal ken 'n Sightmark telescoop nie. Na wat ek vandag gesien het, weet ek dat Sightmark baie groot dinge in Suid-Afrika gaan doen. Lees ook die volledige artikel in die April uitgawe van Wildland. En as jy 'n ordentlike skietbaan soek, besoek Waterval Skietbaan net buitekant Rustenburg.